Hallo bij een aflevering van Agario. Top. Gaan we. Ik heet nu Moonbaan. Ben heel licht. Niet kijken als ik klaar. Oh, ik ben een vrij groot eigenlijk. Ik vind het wel mooi. De Mars. Mars is niet echt heel erg interessant. Eigenlijk is de maan alleen maar steen. Kijk. Nou, dat kan wel grappig zijn. Dat is niet echt heel erg. Dat is niet erg hoor. Ik ga hem gewoon even noemen. Even kijken. Nou, heb jij je zeker als aarde gezien? Blijkbaar is die rond. Er zijn mensen die denken dat de aarde plat is, omdat je ziet dat de wereld plat is. Maar dat is niet zo hoor, hij is gewoon rond. Nou, je gaat niet van de wereld af. Als je met een raket naar de maan vliegt en je ziet de aarde wel heel groot. Maar dan zie je ook dat die rond is en niet plat. Dus dat is waar. Maar het spel heeft zojuist spelers. Zoals sommigen zeggen, Duitse Empire. Dat is handig, want ik ben aarde. Ik ben de aarde. En dat ben ik ook. Hey. Wacht, even te splitsen. Splitsen werkt niet. Ik dacht dat ik hem kon pakken, maar dat is een nep aarde. Ik heb de echte aarde. Heb een beetje neppert, een fake nep aarde. Maar hij ontsnapt van me, dus dat wordt niks van splitsen. Maar nu weet ik van dat ik niet hoef te splitsen voor hem, toch? Dat heb blijkbaar geen zin. En dan wordt hij weer groot. En dan gaat hij vast nu splitsen naar me. Zoals ik denk, oh, gelukkig is het alweer gepakt, maar ik ook. Dus dat is niet fijn. Dus ik ga me weer gewoon een YouTube-kanaal eventjes benoemen. Oké, nou, dan gaan we weer. Ja, dat gaat wel. Nou, oh, ja, die moet ik wel. Nou, dat is wel heerlijk. Oh, ik start bij een hele grote wel. Staat hij nog steeds in de top 1? Sterretje. Dat is raar, want hoe kun je die sterretjes nou krijgen? Ziet hij zeker eruit als de maan. Of je nou een echte 8, 2, 6, 4. Dat is gewoon. Ik noem het steeds zo, want dat is beter. Voor mensen die dat leuk vinden. Ho, ho, ho. Fu. Ah, ah. Zit die vlak voor mij. Pakken. Je weet wel. Pakt hij hem. En dan gaat hij nog achter. Echt jammer. Ey. Gefeliciteerd, ey. Je bent winnaar met Agario. En toevallig hij ook. Dit is een Chinese. Je ziet al meteen, dit is een Chinese. Ze schrijven met die tekentjes. Je weet wat, die Chinese tekentjes. En er is weer een nieuwe missie. En dat is, oh ja, dat. Nou, goed, gaan we weer. Kijk, die kan ik wel hebben. Ik ook nog. Of hij ging splitsen. Dat zie je al meteen, hè? Hij kon maar nu is die zeker helemaal eerst die tekentjes. Nee, hij is derde. Zo kom ik al nooit. Hé, hey, superster! En dan kan ik super veel aan. Vast valsspelers. Ja, echte hackers. Zie je. Europa ga ik niet spelen, maar ik ga in Zuid-Amerika spelen. Hoe druk zal daar nu zijn? We hebben rust nodig, het is druk. Zie je wel? Oceanen. Misschien zijn ze daar ietsje rustiger. Nee, ik kan het beste in China kan ik wel goed spelen. Daar heb je nog niet heel super veel mensen die populair zijn. Op gek op China bijvoorbeeld een ongenaamde cel.
En ik ben klein. Nou, heerlijk. Natuurlijk, ik ga eventjes wat tabs uitschakelen. En dit zijn er superveel. En die is nog groter dan mij. Na 20 keer. Nou, zo groot zijn er Loki. Die is wel heel groot. Maar zo ga ik het dus echt niet inhalen. Ik sta dit op 31. Dus er zijn 31 mensen ongeveer bij China. Dus dat is wel rustig. Ik heb beter op iets chillen. Als je dat om 4 uur 's middags of zo doet. Is weekends. Ja, dan kun je nog wel rustig een beetje spelen. Maar ik denk in China dat als het toch iets later dan hier. In Hongkong dan. En ik zit weer in een rare periode. Met allemaal rare lettertjes. Bijvoorbeeld, ik kan de tijd ook stilzetten. Laat je gewoon dat hoort. Ik was bijna, misschien kon ik worden opgesloten in de linkerhoek. Maar daar had ik geen zin in. Dus had ik het maar niet gedaan. Want ik wil niet heel klein zijn. Ik ben nu al groot genoeg. En ik moet 3 players pakken. Nou. Maar waar is hier iemand? Ik zie helemaal niemand hier. Rustig dan. Toch? Ga ik hier eventjes een beetje rond snuffelen. Naar spelers die kleiner zijn dan ik. Dan kan ik het vast wel aan. En deze dingetjes pakken. Vast deze word ik vast heel groot van. Maar deze kunnen niet bewegen. Dus je blijft. Die kunt je makkelijk pakken. Spelertjes bewegen. Die zijn moeilijker te pakken. Moet je splitsen. Maar dan moet je wel weten van hoe groot die is. Als ik denk niet dat je hem kunt pakken als hij heel klein of groot is. Als hij bijna net zo groot als is dan jou. Zie je bijvoorbeeld 75%, ik bedoel 1% kleiner is, dan kun je hem nog door hem heen. Oh ja, die is groter. Dat zie je al meteen dat hij groter is. En daar komen alweer veel spelers. Ja, HK. Henk. Nee, ik ben weer game over. Dat was een klein storingetje. We hadden het kunnen afpakken, maar ik ben met 2 keer booster kwijt, dus dat is jammer. Begin ik weer heel klein. We kunnen ook slangetjes doen met slangen. Dat is wel leuk. Of team. Oh, ja, dat lijkt me leuk eigenlijk, team. Dus hier alleen maar ongenaamde cells. En dat vind ik leuk. Nou ja, geen ongenaamde, maar geen skin. Deze skin is wel leuk. De bus. Ja, die had ik wel kunnen verwachten. Oké. Geen namen, dan gaan we een andere modus kiezen. Teams. Zie je dan al mee te borden? Of https.dinges reageert niet. Opnieuw laden. Druk op F5. Dan laat hij opnieuw. Dus ik word een beetje nerveus ervan. Voilà, laden. Kun je niet blij van worden. Lezen, alsjeblieft. Een persoonlijke oproep van een ongenaamde cel. Zet je adblokken uit. Druk op nee. Hou hem aan. Ik heb geen zin in advertenties. Straks krijgen we vast wat anders weer die ik ben geen robot. Kijk eens aan. Dat gaat weer heel hoog. Ik zijn een mooi team. En er zijn allemaal celletjes zonder namen. Kijk, die hebben ook geen naam. En die ook niet, die blauwe. Oh, dat zijn veel blauwtjes, zeg. Oh, we zijn team, toch, meneertje? En dit is precies hij zelf. We zijn wel heel veel blauwtjes, dit, hoor. Kijk eens hoeveel bolletjes dat zijn. Kijk, hij heeft blauwe. Ik bedoel, laat maar zitten. Ik kan hem niet pakken. Ga maar weer weg. Ik probeer hem nog, maar hij is vergroot. Dus hij is vergroot naar grootheid. Deze wil ik hem pakken. Oké. Hoe druk is het wel niet in Europa?
vast wel heel druk overdag in Europa, ja. Dat is een beetje rond de tijd hoe het is, hè. Dus dan is het overdag. Moet het wel heel druk zijn. Want er zijn wel heel veel mensen dan online vast. Bij China minder. Goed. Ja, dat hebben we ook weer opgelost. Nou, nee. Groene, dat vind ik irritant. Alleen als het een andere kleur is. Maar bijvoorbeeld hij gaat me helpen. Hij daar, die blauwe. Ja, de blauwe gaat me helpen. Ja, dat zie je al meteen, hè. Dat die blauwe me wil te helpen. Ah, goed zo, bedankt. Nou, dat wordt irritant. Als ik alleen geen skins aan doe, dan blijft het hetzelfde. Maar misschien in China dat wel iets meer te doen is. Is er een team aan deel te nemen of reageert hij weer niet? Nee. Oh jawel, hij komt. Ach, rood is de beste. En dat is blauw minder. Maar ik ga het proberen. Vast een hele grote alleen. Nou, ik hoop het. Ik hoop niet dat er heel veel grote rode zijn. Ik hoop dat ik ook een beetje meewerk voor de blauwe. Of dat ik word ingehaald en wordt gepakt. Lijkt wel Pac-Man. Die een beetje schuilen staat. Je hebt meer kans op de Pac-Man die zo staat. Hé, hey, ja, daar komt alweer wat aan. Maar het is hier rustig. Er zijn nu maar 3 mensen of zo bij teams. Er zullen wel meer zijn, toch? In ieder geval word je ook wel groot. Grote, kleine. Je kunt er van alle worden. Grote en kleine. Kun je allebei worden. Je kunt klein worden door zo tegen zo'n groen prikkeldingetje aan te komen. Nou, dat ga ik pas later doen. Want ik ben nu niet van plan dat te gaan doen. Ik ben hopelijk veilig. En niet dat niks beweegt. Beweegt hij iets? Ja, hij beweegt. Maar ik kom nergens naartoe. Dus we gaan weer de pagina omladen. Hij is gecrashed. Ja, dan gaan we weer. Precies opnieuw, hè. Even dus wachten. Even wachten. Eventjes wachten. Even de microfoon zit aangeschakeld. Vraag toestemming om de microfoon uit te schakelen. Door de microfoon op stil te zetten. Oké. De microfoon stilzetten werkt altijd. Ja, als je die stilzet, vinden zij geen arena voor me. Hij laat niet, dus opnieuw laden. Opnieuw laden? Ja. Druk op ja. En wat is dit? Ach ja, hoeft niet. Wachten op Acario. Oké, nog 1 keertje niet laden, hè. En ik sluit hem af en we gaan een ander spel doen. Zullen we dat wel eens gaan doen? Hallo, terug bij de aflevering. Nu gaan we verder, maar dan ergens anders. Maar dan met slangetjes. Oké, volgende de skin. Deze is mooi. Alleen de kwaliteit mag ietsje hoger. Oh ja, die staat in hoge kwaliteit. Nou, eventjes komen. Ik hoop niet dat hij het probeert. Hij probeert het ook niet. Nee, probeert hij het? Duitsland. Dat is niet leuk. De microfoon staat op aan. Je kunt de microfoon uitschakelen door de microfoon op stil te zetten. Nee, gigantische! Is geraakt. Dat is onmogelijk. De meeste gigantische blijven doorgaan, maar deze niet. Dan kan ik weer... Vals speler! Is dit vals, hè? Iedereen pakt hem en dat is niet eerlijk. Ik moet ook wat krijgen. Oh ja, ik heb al iets. Maar ik heb meer nodig. Bijvoorbeeld deze dingetjes. Oh ja, deze. Gaat hij nog wat achtergelaten. En daar heb je hem weer. Hij wordt wel steeds kleiner, lijkt wel.
Ik word er groter van. Gefeliciteerd. Nee, hij gaat me opsluiten. Dat is het zo irritant. Dat is het stomste wat bestaat. Echt wel een stom spel, hè, als ik verlies. Als ik in de top 10 kom, vind ik het hartstikke leuk spel. Maar als ik verlies, vind ik het een heel erg saai spel. En nu vind ik het wel leuk, dat ik nog niemand heb aangeraakt. Hij is gevaarlijk, daar kom ik nooit in de buurt. Daar ga ik niet naartoe, dat is vies. Zeg ik wel eens, dat je daar niet naartoe moet gaan, omdat dat niet fijn is. Dat dat onveilig is. Onveilig. Slitten.io. Niet veilig. Verbinding. Je moet geen speciale wachtwoorden of creditkaarten invoeren. Want die kunnen worden gesteeld door gevaarlijke mensen. Of je kunt natuurlijk niet spelen omdat het hier gevaarlijk is. Je kunt altijd worden gepakt door de mensen die zitten te spelen. Maar ze hoort dat. Dus het is nu weer veilig. Veilig. Slitter.io. Fijn. Veilig. Je kunt gewoon je gang gaan. Je slangetje wordt niet gepikt. Toch? Nee, die wordt niet gepikt door anderen. Oeh, die is in elkaar. Oeh, die moet ik pakken. Liever die dan die andere mensen. En hij moet ik pakken. Nee. Nou, gaan we weer opnieuw. Slangen.io. Slangen. Een IO-spelletje. Een IO-spelletje voor het hele gezin. Speel het met vrienden of met mensen uit je klas. Ja. Phew, dat scheelt alweer op. En ik sta niet in de top 10, dus, maar ik ben al klein. Super klein, want iedereen is beter dan ik. Hij is ook wel groot, met die slangen. Alleen dit kun je beter niet spelen met de screen opnemen. Want dan gaat het internet weer heel langzaam. Je ziet, gaat het internet heel langzaam. Oh! Nee. Ik krijg problemen. Ik krijg weer een probleem. Niemand wil wegwezen van dat dingetje wat van mij is. Wat die speciaal. De microfoon staat aan. Je kunt de microfoon uitschakelen door de microfoon op stil. Dat ga ik doen. Hoor jij wat? Oh ja, niet. Omdat ik zojuist weer wat groter ben. Maar in de top 10 kom ik nooit. Maar het duurt te lang. Voordat ik ooit in de top 10 kom, voor mij zit het op het allerlangzaamst. Nou, lekker. Dus. Hey. Ik heb hem. Ja, dan gaan we zo. En dan zo. Oh, dat is een Spaanse. Lijkt wel Spaans iemand. Jij. En ik ben meteen weer geraakt. Dat was die hele video, die wordt natuurlijk tijd voor klaar. Even beeld groter maken zodat ik hem uit kan zetten.